gepland. Hier komen nog meer motoren aan. En ik zie inderdaad de auto aankomen waar ze in moeten zitten. En inmiddels is het aardig druk geworden hier in Diepenheim. En het enthousiasme. Maxima wordt begroet door de commissaris van de Koningin. En u ziet het enthousiasme van de mensen hier in Diepenheim over het bezoek. En nu gaan ze naar Marten Roesink en krijgt Maxima de bloemen. Gaan ze de kunstvereniging binnen, waar een officiële ontvangst zal zijn door de commissaris van de Koningin. Die ziet u. En Prins Lepaar wordt voorgesteld aan de kunstvereniging. En de commissaris zal daar bij zijn toespraak iets zeggen over de veelzijdigheid, het verrassende veelzijdige profiel van de provincie Overijssel. Hij zal benadrukken dat Overijssel de tuin van Nederland is. Hij zal ook iets zeggen over de internationale samenwerking, want Overijssel is tenslotte een grensprovincie en dan heb je met internationale samenwerking te maken. Zoals we net al zeiden, Armgard, prinses Armgard, heeft hier gewoond op kasteel Warmelo. Dat was in de jaren 1952 tot 1971. Mensen in Diepenheim zijn dus wel gewend. En prinses Armgard, nog even voor de duidelijkheid, was de moeder van prins Bernhard. Het is dus niet helemaal bijzonder dat Maxima en Willem-Alexander vandaag Diepenheim bezoeken. Er kwamen al vaker, daar sprak ik over met een van de bezoekers hier, er kwamen wel vaker oranje mensen op bezoek in Diepenheim. Daar zijn ze dus wel aan gewend. Het kleine kasteeltje Warmelo in het Overijsselse Diepenheim kocht prins Bernhard in 1951 voor zijn moeder prinses Armgard, die er in april 1952 haar intrek nam. Ze woonde na de oorlog in Duitsland. Dat werd natuurlijk gescheiden, dus eerst tegen de Poolse grens, toen verhuisd naar West-Duitsland. En een van de zonen, zat er twee, woonde in Nederland. De kleinkinderen woonden natuurlijk hier. En toen is door Bernhard de keuze gevallen op huis Warmelo. Mooie locatie, mooie tuin erbij. Ze was gek op de tuin. De kinderen konden haar nu makkelijk bezoeken. De kleinkinderen konden haar makkelijk bezoeken. En ja, in 1952 strijkt ze daar neer met een, zoals ze dat noemde, kleine hofhouding. De prinses, die weinig naar buiten trad, hield zich hier vooral bezig met haar grote liefhebberijen. Bloemen en dieren. De leden van de koninklijke familie die geregeld op bezoek kwamen, hebben met de prinses vele uren doorgebracht in de prachtig onderhouden tuin en in het park van het kasteel. Armgard was zo'n bijzondere vrouw omdat ze, ja, toch hobby's had die voor een vrouw in die tijd niet echt voor de hand lagen. Ze hield ontzettend van snelle auto's. Nou, dat heeft Bernhard ook duidelijk van haar overgenomen. Ze hield erg van jagen en ze rookte. Ook iets wat voor een dame in die tijd niet altijd gebruikelijk was. Ja, en ik denk dat het een erg leuke vrouw is geweest. Een vrouw van de wereld. Ja, een beetje excentriek misschien hier en daar, maar op een hele leuke manier. Diepenheim heeft inderdaad via Armgard een band gekregen met het koningshuis. Nou woonde natuurlijk al behoorlijk wat adel in Diepenheim, dus het was niet de eerste adel die daar neerstreek. Maar ja, de koningin was er regelmatig, Bernhard, zijn broer Aschwin en schoonzusje Simone. En de kleinkinderen natuurlijk, de prinsesjes, die waren regelmatig bij oma te gast. Want, en dat kan ik me ook wel voorstellen, want als je dat zo leest, er was een aapje, er waren veel dieren, er was een binnenmanege, een buitenmanege. En ze konden daar natuurlijk heerlijk anoniem zijn. Ze hoefden niet bang te zijn dat mensen hun herkenden. En de Diepenheimers, ik geloof dat die er echt aan gewend waren. Dat hoorde er gewoon bij, werd niet moeilijk over gedaan. Op 87-jarige leeftijd is prinses Armgard thans in dit kasteel overleden. Haar twee zoons, de prinsen Bernhard en Aschwin, hebben de kist met het stoffelijk overschot van hun moeder begeleid naar de Rooms-Katholieke kerk in het nabijgelegen Goor.
waar een rouwdienst zou worden gehouden voor de prinses, die in 1951 tot het katholieke geloof was overgegaan. 1971 overlijdt Armgard in april. Ze wordt begraven vanuit de kerk in Goor, de Rooms-Katholieke kerk in Goor. Daar kerkte ze ook regelmatig. Dan wordt ze uiteindelijk begraven in Duitsland, in het familiegraf. Dus niet in Diepenheim, wat je misschien zou verwachten. Maar de begrafenis is in Duitsland en daar wordt ze begraven bij haar man. Enkele uren later kwam de voltallige koninklijke familie bij het kerkgebouw aan om er de requiemmis bij te wonen, die zou worden opgedragen door pater Bot, de geestelijke die jarenlang de zielszorger van de prinses is geweest. Daar was de hele koninklijke familie hierbij aanwezig. Men heeft ook alles gedaan om toen zoveel mogelijk pers en alles op een afstand te houden. Maar de voltallige koninklijke familie was daarbij aanwezig, ja. Ja, ik denk toch dat, hoewel er al veel adel in Diepenheim woonde, Armgard het kroontje erop was, absoluut. Ook misschien wel de reden dat prins Willem-Alexander en Maxima Zorigheta vandaag een bezoek brengen? Misschien toch wel een herinnering aan zijn overgrootmoeder, dan heel eind weg. Maar ja, wat daar toch nog wel aanwezig is. Dus misschien hebben ze wel gedacht, we willen een mooie stad in Twente kiezen. Nou, laten we dan voor Diepenheim kiezen, want daar is toch een band met de Oranjes. Het is ook heel jammer dat Warmelo niet meer in bezit is van de Oranjes. Bernhard heeft het nog een aantal jaren aangehouden en toen is het toch uiteindelijk verkocht. Ik denk dat veel Diepenheimers dat toch jammer hebben gevonden. Misschien hebben ze wel gehoopt dat Willem-Alexander en Maxima Zorigheta, nou, dat als buitenhuisje zouden nemen, maar dat kan niet meer. En we wachten nog even totdat het paar naar buiten komt. En het... Ze gaan nu binnen bij Perrier. Het zijn edelsmeden. Het echtpaar wat daar werkt en de winkel heeft. Ja. Bij de edelsmid, en dan ben je kwijt. Maxima, we love you. Ongeduld is er deze dagen opnieuw bij de werknemers van de Scania-fabriek in Zwolle. Alles wordt schoongemaakt, gladgestreken of nog even in de verf gezet voor het bezoek van Willem-Alexander en Maxima. De bus waarmee het koninklijk stel zal aankomen is er ook al om even proef te rijden op het terrein. Alles bij elkaar, een koortsachtige spanning bij Scania. Ja, hoe het precies gekomen is, weet ik ook niet. Maar wij hebben niet onder stoelen of banken gestoken dat wij als bedrijf dat Scania graag als gastheer zou optreden bij een dergelijk bezoek. Toen wij begrepen dat die bezoeken aan de provincies zouden worden afgelegd. En ja, kennelijk heeft dat op de goede plek gehoor gevonden. Argumenten voor ons daarbij waren, grootste werkgever, industriële werkgever in de regio, weer eens wat anders dan dienstverlening en IT. Gewoon hier wordt met de handen, wordt hier een heel mooi product gemaakt. Ja. En dat leek ons heel interessant en dat heeft men kennelijk aan het Hof ook gevonden. Op die gedenkwaardige vrijdagmiddag in januari liet het trompetterkorps van de cavalerie er rustig op los. In afwachting van de aankomst van de belangrijkste gast, zijn de koninklijke hoogheid, de prins der Nederlanden. Aankomst werd de prins begroet door ingenieur van Amstel, algemeen directeur van Scania Vabis Nederland. In de fabriek werd de prins verwelkomd door de Zweedse president-directeur van het concern, Justa Nilsson, de Zweedse ambassadeur en mevrouw Eng, de commissaris van de koningin in de provincie Overijssel, jonkheermeester dr. Van Lispen tot Pannerden en Zwolles burgemeester, de heer Roelen. Uw excellentie, dames en heren, ik ben blij en dankbaar dat de keuze van Scania Vabis, toen men zich voor het feit geplaatst zag dat men in een van de landen van de zes een fabriek wilde oprichten met moeilijkheden die de heer Nilsson beschreef, eruit te komen dat wij het land waren. De Scania, de fabriek hier is ooit in 1965, 11 januari om precies te zijn, geopend door de opa van de nieuwe bezoeker, door prins Bernhard. En de nieuwe bezoeker, prins Willem
Willem-Alexander, zijn kleinzoon, komt nu. Maar daarvoor was er ook al contact met Scania. In 1957 heeft toenmalige koningin Juliana, de oma van prins Willem-Alexander, in Zweden, in Södertälje, waar het hoofdkantoor van Scania gevestigd is, een hele fraaie vrachtwagen in ontvangst genomen naar aanleiding van haar bezoek aan de fabriek. En die vrachtwagen die staat hier achter mij, want hij bestaat nog steeds. 1957 door koningin Juliana aan het Nederlandse Rode Kruis ter beschikking gesteld als materiaalwagen. Hij heeft vele tientallen jaren daar braaf dienst gedaan en is uiteindelijk terechtgekomen bij een verzamelaar die hem weer helemaal netjes heeft gemaakt. Het is echt spierballenwerk. Maar als het eenmaal rijdt, rijdt het nog steeds voortreffelijk. We gaan even een rondje maken, hè? Deze wagen ontving de prins naar geschenken in zijn kwaliteit van president van het World Wildlife Fund. En daar zijn ze dan, Maxima en Willem-Alexander, met een parapluutje, want het regent een beetje. Daar schudden ze de hand, dat is van de algemeen directeur, hè, Panskoek? Op dit moment worden ze voorgesteld aan de algemeen directeur, Stefan Panskoek. En mijn collega, manager, personeel en communicatie, Ronald van Vliet. En dat zijn ook de twee mensen van Scania die bij de rondleiding aanwezig zullen zijn? Precies. Op dit moment komen ze de fabriek in. Dit is dus het begin van de frameafdeling, waar ze binnenkomen. Zoals ik al net zei, het is een U-vormige lijn. Dus aan de andere kant van de fabriek zie je de vrachtwagens die al kant en klaar zijn. Dus aan de linkerkant lopen ze dus eigenlijk met het product mee in de stroomrichting. Aan de tegenovergestelde zijde komt het product eigenlijk als het ware op hun af. Ruim 1900 mensen werken er, hè, bij u in Zwolle. Dat is nogal wat. Ja, dat is heel veel. Maar het is een arbeidsintensief proces. We maken geen gebruik van robots. Het is allemaal mensenwerk, het is handenwerk. Hè. Dus, maar de mensen die gebruiken natuurlijk ook hun hoofd om al die trucs te maken. Dat stimuleren wij ook. Continue verbetering, dat is heel belangrijk. Zodat de klant uiteindelijk een hele goede truc krijgt. Maar 1900 mensen die zijn echt nodig om die trucs zo te bouwen. Zeker in dit volume, hè, van 85 per dag. Maar gebeurt nu echt alles handmatig? Of, ja, of alles een gebeurt echt handmatig. En er zijn heel weinig activiteiten waar echt, kun je zeggen, machine ondersteunen. Nederland heeft 12 hele mooie provincies en dit is er zeker één van. Kijk eens. Ja.
ophalen. Ja, dat was wel even. Ook maar, John. Mag even zwaaien. Ja, prima, goed, jongen. Ja, uitstekend.